hele goede morgen. We gaan weer ontbijten, zoals elke morgen. En ik vraag me af, wordt er wel gesproken in zo'n ontbijt? Een stelling bijvoorbeeld, of een vraag gesteld? Niet echt veel, hè? Nou, misschien wordt er gegromd hier en daar, of gesnauwd. En even, het is even chaotisch meestal 's morgens. Nou, ik doe het lekker rustig aan. Ik heb toch een vraag. Gewoon zomaar. Wat is de meest briljante uitvinding van de eeuw? CD-speler? De automobiel? Nee, ik heb hier voor als ontbijt een pijnenburg. Ja, wat is daar zo speciaal aan? Nou, pijnenburg, ik heb het toevallig gekocht in een aanbieding. Ik wist niet eens van het bestaan af. Geeft een dubbel op. En dubbel op wil dus zeggen twee laagjes koek met iets ertussen. En ik verwacht het iets van een boterachtig spulletje. Ze beschrijven het ook als iets ertussen. Wat is het? Geen idee. Maar hoe briljant is dat? Er zitten dus vier in. En de smaak is naturel. Lekker voor onderweg. Au, lekker. Dat is nog maar de twijfel. Als ik zo de beschrijving mag zien, er zit een suiker in, uiteraard. Ik heb het over de vulling dan. Suiker en een plantaardige olie. Palmolie, raapzaadolie en rijstmiddelen. En iets van een melkpoeder. Die ingrediënten komen ongeveer een beetje overeen met margarine. En ik ben niet zo'n fan van margarine. Maar goed, ik kan het misschien mis hebben. En dan ga ik het gewoon even uitproberen. Pijnenburg, dubbel op met iets ertussen. Hoe verzinnen ze het? Briljant gewoon. Echt briljant. Hoeven wij niet meer te denken. Er wordt al voor ons gedacht. Dat is gewoon dus een plak koek. Ja, wel ietsje droger. Dus er zal wel iets tussen moeten zitten. Want als je het mij vraagt. Nou, ik zal eens kijken of ik het nog open kan vouwen. Lukt dat nog? Nee, dat gaat niet echt. Dat zit allemaal geplakt. Maar goed, dan ga ik maar proeven. Nou, natuurlijk is het gewoon de pijnenburg plakkoek. Daar is op zich niks mis mee. En zoals ik al vertelde, ik ben niet echt een margarine fan. Wel de half om half, die vind ik dan wel weer lekker. En dan zou je zeggen, gadverdamme. Nee, ondanks ik geen fan ben, vind ik het nog lekker ook. Met andere woorden, er is helemaal niks mee. Helemaal niks mis mee. Het is, ja, een lekker plakje koek. Maar om te zeggen, ik koop het extra of speciaal hiervoor, nee. Iedereen heeft al een beetje boter of iets dergelijks in huis. Toch? En normaal gesproken kost vier plakjes toch rond de 1,50 ongeveer. En daar heb je een groot pak koek voor. Het is maar dat u het weet. Maar het smaakt wel. Dit was Colaert & Jellis met een pijnenburg dubbelop test. Ik wens je nog een prettige dag. Tadaa.